Zometeen krijg jij een medaille uitgereikt, een bronzen medaille voor het redden van een drenkeling. Ja. Het heeft zich in juni van vorig jaar afgespeeld in het recreatiegebied De Groene Ster. Ja. Kun je eens terughalen wat er toen is gebeurd? Ik lag de zonnebaden met mijn vriend en opeens hoorden wij allemaal gegil. Dat bleef wel heel lang aanhouden. En toen op een gegeven moment dachten we, dit spoort niet. Dus toen draaiden wij ons om, want we lagen op onze buik en we lagen echt een heel stuk verderop. Toen zagen we allemaal mensen naar één punt rennen. Dus wij daar natuurlijk ook heen rennen. Ik dacht eerst van, misschien heeft iemand wel in glas gestaan of zo. En toen kwamen we eraan en toen lag er dus een meisje van 2 jaar, was bijna 3, lag daar op de grond verdronken. Die moeder die was, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ze aan het doen was. Maar ze wist niet meer hoe ze moest reanimeren. En toen, vanaf toen heb ik het overgenomen en heb ik de reanimatie gedaan. Op Friese Poort, ik deed de opleiding maatschappelijke zorg, heb ik een cursus gekregen voor EHBO, waaronder dus reanimeren. En dat had ik toen net een paar maanden en dan opeens heb je het nodig. Ja, dat is wel heel apart. Heb je nog contact, met de ouders? Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat die heel blij met jou zijn. Ja, ik ben ook nog heel erg blij met hun. We hebben gewoon heel fijn contact. Dus, het is wel mooi blijven. Dat zo ontstaan is. En nu die medaille? Ja, wel spannend. Ja. Nou, je hebt het verdiend. Dankjewel.